Oké. Dus al een paar keer genoemd. Baronette, heet dus Baronette. Nee. Lekker liefjes. Hé, niet weten. En mogen alle medisch nog. Kom op. Waarom? En leuk is jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik dus op bezoek bij Baronette. En Baronette is de drachter. En vandaag ga ik jullie alles vertellen over de beurtalarmen. Ik heb hier even wat wiks en een touwtje. Want Baronette staat hier naast mij in het land. Dus gaan we er nu even ophalen. En ik hoop dat ze mee wil. Zo. Kom maar, Baro. Ik heb lekker wat eten voor je. Kom maar. Nou, ik heb Baro gevangen, dus nu gaan we even naar binnen en zal ik u dan wel even voorstellen. Kom maar. Zo. Dit is dus Baronette. Baronette is 14 jaar en is dus drachtig van Henk Stuschinski. En wat ook echt super leuk is, Baronette is dus niet voor de eerste keer drachtig, maar die heeft dus al een nakomeling en die staat hiernaast in de stal. Daar zullen we nu wel even heen lopen. Hey Floris! Nou, dit is dus Floris. En zijn moeder is dus Baronette. En die staat hier ook op stal. En wie weet wordt het paardje dat straks wordt geboren uit Baronette wel Suza Topper. Dat hopen we natuurlijk. Hey Floris, gaat het goed? Ja, nu ga ik dus even naar huis en zal ik jullie dus alles gaan vertellen over de beurtalarmen. Zo, dan ga ik jullie nu de twee beurtalarmen uitleggen. Nou ja, ik ga het eigenlijk maar doen met de één. En dat is dus de light versie. Dit is dus de premium versie. Eigenlijk werken ze beide hetzelfde. Alleen heeft de premium versie nog een functie meer. Maar daar kom ik later in deze video op terug. Oké, wat hebben we dus allemaal nodig om het beurtalarm te gaan installeren? Nou, natuurlijk het koffertje zelf. Want daar zit de beurtalarm in. En nog allemaal andere spulletjes. Nou, de telefoon waarop je gebeld wil worden. Nou, dat is dus mijn eigen telefoon. En een oude telefoon met een nieuwe simkaart. Want je moet hem dus nu eerst gaan installeren op de oude telefoon. En dan kan je hem pas in de beurtalarm doen. Dus daar gaan we mee beginnen. Oké, nou ik heb dus net een nieuwe simkaart in deze telefoon gedaan. Ik zal eerst ook wel even het koffertje openmaken. Kijk, zo ziet het koffertje dus van binnen uit. Hier zit de beurtalarm zelf. Hier schroevendraaier, tijrips, drie batterijen. En het hoesje, nou het tasje waar de beurtalarm straks in gaat. Hier zit nog het boekje. En hier zit nog iets voor je simkaart in. Dat zal ik eerst wel even uit gaan halen. Want de simkaarten van tegenwoordig zijn heel erg klein. Maar in de beurtalarm moet best wel een grote. Dus kunnen we een van deze drie daarvoor gaan gebruiken. En ik heb trouwens wel de simkaart erin gedaan. Want ja, dat ga ik niet laten zien. Want dat is wel vanzelfsprekend. En ik haal het boekje er even uit. Als het lukt. Ja. Kijk, er zitten dus ook twee boekjes in. Nou, ik leg hem even aan de kant. Want ik heb de simkaart, wat ik dus net al zei, erin gedaan. En nu is het dus de bedoeling dat ik met deze telefoon mijn nummer ga bellen. Maar wat super belangrijk is, is dat er dus alleen nul contacten dus op staan. Alleen straks het nummer van mijn telefoon. Want als er allemaal andere nummers opstaan en ik neem bijvoorbeeld niet op als hij afgaat, gaat hij dat hele contactrijtje bellen. En ja, dan is je beltegoed dus zo op. Dus dat is echt iets heel erg belangrijks.
Ook is het nog super belangrijk dat je de voicemail op beide telefoons uitschakelt. Want anders gaat hij ook de voicemail inspreken. En dan gaat hij gewoon net zo lang door totdat je geen belgroep meer hebt. En kan hij dus maar één keer bellen. Oké, nu ga ik hem dus bellen met deze telefoon. En als het goed is, word ik dan eens gebeld op mijn eigen telefoon. Oké, daar gaan we. Kijk, ik word nu gebeld en het is belangrijk niet opnemen. Dus nu ga ik ophangen met de oude telefoon. En dan ga ik even het nummer opslaan en dan ga ik hem gewoon beurt alarm noemen. Zo, en dan weet ik dus precies wanneer het alarm mij belt. Nu ga ik hem dus even terugbellen om nog een keer te controleren dat hij het dus echt doet. Ja, hij doet het. Nou, dan hang ik weer op met mijn eigen telefoon. En dan kent de telefoon dus mijn nummer en ook andersom. Nou, dan is het nu de tijd om de simkaart eruit te gaan halen. En dan kunnen we hem dus in het beurtalarm gaan doen. Zo, er zit ook zo'n pinnetje bij. Gaan we daarmee uithalen. Zo. Oké. Even hier laten liggen. En dan gaan we eerst even het beurtalarm openmaken. Hier zitten de schroefjes. En daar hebben we dus ook een speciale schroevendraaier bij gekregen in het doosje. Dus nu ga ik even de schroefjes eruit halen. En kunnen we dan de batterijen en de simkaart erin doen. Zo, en het laatste schroefje. Leg de schroevendraaier weer terug. En dan is hij nu dus open. Nou, dit is gewoon het dekseltje. Die leg ik ook even aan de kant. En hier gaan we dus nu de drie batterijen en een simkaart in doen. Maar eerst moeten we dus even het kleine simkaartje in zo'n hoesje doen. Dus dan pak ik er even eentje af. Even kijken. Ja. Nou, er zit de simkaart er dus nu in. En dan gaan we nu de batterij erin doen. Die zitten ook al standaard bij. Zo. Nou, er zitten nu dus de drie batterijen erin. En er ging hier al gelijk een lampje knipperen. Dus dat betekent dat hij het doet. Nou, voor de rest kunnen we hier nu niks meer mee doen. En gaan we nu dus weer het dekseltje erop doen. Zo noem ik het maar even. En nu is het belangrijk dat je de bovenkant er wel goed op omdoet. Want kijk, zoals jullie hier zien zitten er twee van die knopjes. Deze. En die moeten dus wel aan de goede kant komen. Want anders zie je niet wanneer die knippert. Dus die moeten aan deze kant. Dus doen we zo op. En gaan we hem nu weer met de schroefjes dichtmaken. Nou, de schroefjes zitten er weer in. Dus hij is nu weer dicht. De simkaart zit erin en de batterijen. En dan gaan we dus nu kijken of hij het ook echt doet met de simkaart erin. En gaan we ook kijken of hij straks mijn telefoon dus weer gaat bellen. Nou, deze telefoon heb je meer nodig. Dus die leg ik even aan de kant. Nu gaan we hem dus aanzetten. En dat gaan we dus doen met de speciale schroevendraaier. En ik zeg de speciale schroevendraaier, omdat je dus alleen deze kan gebruiken voor het beursalarm. Nou ja, voor de schroefjes maakt het niet uit wat voor schroevendraaier je gebruikt, zolang je maar past. Maar om een aan- en uit te zetten heb je wel deze schroevendraaier nodig. Want hier aan de achterkant zit een soort van magneetje. En daarmee gaan we hem dus aanzetten. En dat doen we dus hier bij het on-off knopje. En dan houden we hem dus gewoon tegenaan. En dan gaat hij straks, als het goed is, drie keer groen. En dan één keer blauw knipperen. Dus we gaan kijken of hij het doet. Het kan altijd wel even duren. Nou, de beursalarm staat dus aan. En nu ga ik hem even bellen. Zodat we dus zeker weten dat hij het echt gaat doen. Dus
Ik ga hem bellen. Oké, ik heb hem gebeld. En als het goed is, gaat hij mij zo meteen terugbellen. Dus gaan we even wachten. Kan wel eventjes... Ja, 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 kijk. Hij belt me. Dat is top. Deze ook niet opnemen, want hij hangt vanzelf op. Dus dat betekent dat hij doet. Dat is helemaal top. Oké. Laat ik deze maar zo even liggen. Dan gaan we nu dus uitzetten. En we weten nu 100% zeker dat hij doet. Dus dat is heel erg fijn. Dus ga ik hem nu uitzetten. En dan kunnen we weer teruggaan naar Baronette. Ga ik hem nu uitzetten. Nou, we zijn dus weer op stal aangekomen. Ik heb al mijn spulletjes mee. Dus gaan we nu weer naar binnen. Naar Baronette toe. Nou, we staan dus nu gezellig bij Baronette. En zoals jullie zien ben ik nu niet meer alleen. Maar ben ik nu met Marten. Kan je even voorstellen aan de kijkers? Tuurlijk, ik ben Marten, ik ben van Gallagher. Wij zijn de leverancier van de beurtalarms. Ja, en in samenwerking met jou gaan we gewoon een hele mooie vlog maken in Baronette. Ja, superleuk! Nou ja, zoals jullie weten heb ik thuis natuurlijk al het beurtalarm getest. Maar nu is het ook heel erg belangrijk dat je het nog een keer op stal doet. Want we zijn natuurlijk nu weer op een andere locatie. Misschien is de verbinding hier weer anders. En ja, we willen natuurlijk wel zeker weten dat hij het echt doet. Dus dan gaan we nu even uittesten. Helemaal goed. Zet hem eerst even aan. Moet je nog een knip het. Betekent dat hij het doet. Ja. Ja, ik word nu gebeld. Dus dat betekent dat het hier ook doet. Ja, dat is heel erg fijn. Dus dan is nu de tijd aangebroken dat we in het hoesje gaan doen. En dan gaan we het aan een halster bevestigen. En dan kunnen we bij Baronette om gaan doen. Nou, we hebben hier nu de tie rips en het hoesje waar zometeen de beurtalarm in gaat. En nu gaan we dus even bevestigen aan het hals van Baronette. Zal ik hem vasthouden? Als jij hem vasthoudt, doe ik hem vast Top. Voor je. Oh, dankjewel. Ja. Zal ik die anders hier even vastklikken? Dat is toch makkelijk. Zo. Ja. Ach ja. Ik kan je niet eetbaar. Nee, ik ben niet eetbaar. Sorry, hoe graag je dat ook zo wil. De laatste kun je het best vastmaken. Zo, dan zit hij ja, goed. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Kijk, het hoesje zit er nu aan. Hij is hier zo met de tire bevestigd. En dan gaan we nu het beurtalarm erin doen. Ja. Dit is altijd het leukste gedeelte. Pas precies. Zo. Als je prima ziet, is dat de lamp die ervoor zit. Hier. Ja. Nou, beurtalarms zitten dus nu in. En zoals jullie hier dus kunnen zien, zitten hier ook twee gaatjes. En daar zitten dus ook de lampjes van het beurtalarm zelf. Dus wanneer die afgaat, ja, kan je hem gewoon zien knipperen. Dus hij zit er nu in, hij zit helemaal goed vast. En deze kan gewoon loshangen, omdat hij, de beurtalarm echt heel strak in het hoesje zit. Dus daar hoeven we ons geen druk voor te maken dat hij eruit gaat vallen, want dat gebeurt niet. Dus dan kunnen we nu bij Baron gaan doen. Ja. Stellen. Tuurlijk mag dat. Nou, als Baron nu gaat liggen, als ze gaat slapen, dan gaat het alarm toch ook gelijk af? Klopt, alleen 15% van de paren slaapt liggend en de rest blijft gewoon staan. Dus in principe, het beurtalarm gaat alleen af op het moment dat je gaat bevallen, want dan gaat de paard altijd liggen. Voor de 15% die wel gaat liggen, hebben wij een premium variant hiervoor. Daar heb je een slaapstand bij. Oké. En hoe werkt die slaapstand dan? Eigenlijk is het zo, de slaapstand werkt hetzelfde als de Beurtalarm Light en Premium. Het verschil dus zit erin dat de slaapstand op een gegeven moment, als hij gaat liggen, dan gaat de light direct bellen en de slaapstand houdt eerst even geduld. Wanneer hij dan weer gaat staan, weet je, oké, het is even een slaapje geweest, maar wanneer hij blijft liggen, gaat de Beurtalarm wel bellen. Oké. En hoeveel afstand qua kilometer kan er tussen Beurtalarm en je telefoon zitten? Eigenlijk de hele wereld wel. Omdat het mobiele telefonie is, kan het met mobiele telefoon overal. Het belangrijkste is dat je bereik hebt met zowel de beurtalarm als de telefoon. Ja.
mocht je echt zeggen, hey, ik wil een andere variant hebben, we hebben een Classic, dan kan er 150 meter tussen zitten. Oké. Ja, dus daarom hebben we net ook nog even voor de zekerheid getest, dat we echt zeker weten wat hij doet. Ja, in huiskamer testen is heel goed. Wat we altijd adviseren, test hem ook op stal. Stel dat je geen bereik hebt aan de ene kant en aan de andere kant, weet je dat je daar je paard gewoon niet neer mag zetten. Ja, oké. En hoe lang duurt het dan voordat de beurtalarm mij gaat bellen? Je beurtalarm belt tussen 10 en 15 seconden jou. Afhankelijk van natuurlijk of je slaapt komt even niet. Op het moment dat het niet heeft, is gewoon tussen 10 en 15 seconden gaat hij jou bellen. En hij gaat eigenlijk alle vier nummers die erin geprogrammeerd zijn, gaat hij balans bellen. Hij belt allemaal twee keer. En dat twee keer zegt hij, oké, ik ga nu in de, ja, ik zeg even ruststand. Ik ben nu klaar, ik heb mijn belronde gedaan. En ik ben voor de rest aan het wachten tot ik weer opnieuw aangezet word en ga bellen. Ja, nou ja, ik heb nu natuurlijk alleen mijn eigen nummer erin gezet. Maar je kan dus vier, je kan dus vier verschillende nummers met het beurtalarm zeg maar verbinden. Ja, je kan vier nummers erin zetten met het beurtalarm. En eigenlijk doe je het op dezelfde manier als die jouw eigen nummer erin hebt gezet. Oké, ja. En mogen er alle merries ook met beurtalarm in de wei? Tuurlijk mag een merrie met een beurtalarm in de wei in. Hij is wel waterdicht. Wat ik wel zou adviseren is gewoon op stal te houden. Want ja, op stal is toch beter bevallen dan in de wei. Ja, oké. En hoe lang gaan deze batterijen eigenlijk mee in beurtalarm zitten? Dat is een goeie. De batterijen, je hebt geen status update in principe nu van met de Lite. Met de Premium kun je status update krijgen via sms van zo lang gaan mijn batterijen mee. Ja. Ze gaan sowieso wel een aantal maanden mee omdat het AA batterijen zijn. Wat we wel adviseren is na de tijd altijd de batterijen eruit te halen. En laten we nieuwe. En laten we nieuwe erin te doen. En koop alsjeblieft wel goede batterijen. Dus ja, of Duracell of alkaline. Oké, ja. En bij hoeveel maanden drag doen de meeste beurtalarm om bij de merrie? Ja, verschillend. Wat ik meestal hoor is dat met de uiers gaan lekken, dat dan de beurtalarm omdoen. Maar dat is ook een beetje waar je jezelf vertrouwd bij voelt en waar je jezelf lekker bij voelt. Op het moment dat jij zegt, hey, ik wil met een maand omdoen, mag dat, alleen dat heeft niet heel veel zin. Ja, en is een beurtalarm dan ook zo betrouwbaar dat je gewoon alleen een beurtalarm omdoet? Dat je het echt zeker weet? Hey, niet doen. Als jij constant bereiken hebt, dan is een beurtalarm er heel betrouwbaar in. Wat ik meestal hoor en wat meestal gebeurt is dat mensen een beurtalarm kopen en een kamer in de stal hangen. Zodat ze even op camera kunnen kijken of de bevalling echt begonnen is of dat het misschien een valse alarm is geweest omdat het paard is gaan liggen of heel vreemd zijn kop heeft gebogen op een gegeven moment dat hij echt een hele rare beweging heeft gemaakt. Ja, en waarom hangen het beurtalarm nu aan het halster en niet aan singles? Want dat zie ik ook heel erg vaak. Het voordeel van het halster hangen is dat het paard er minder last van heeft. Een zingel die zit altijd om de buik heen. Nou ja, met zwangere merries is dat gewoon uitgezet en groter geworden. Dus wordt het lastig om daar een goede beweging in te krijgen. Een halter heeft er minder last van. Het voordeel van aan een zingel hangen is, dan heeft je gewoon wel een vaste stand. Ja, oké. Dus op het moment dat hij gaat liggen is het ook echt duidelijk dat hij gaat liggen. En met een halter wil het wel eens als een paard heel erg bewegelijk is met het hoofd, dat hij op een gegeven moment gaat bellen terwijl er niks aan de hand is. Ja, oké. Dus het is je eigen keuze wat je eigenlijk doen. Ja, in principe wel. En als de merrie dan bevallen is, ja, dan moet natuurlijk het beurtalarm weer netjes opgeruimd worden. Hoe gaan we dat dan doen? Eigenlijk, zoals je hem geïnstalleerd hebt, ruim je ook erop. Je haalt de batterijen eruit en je haalt het simkaartje eruit. Wat wel belangrijk is om te onthouden bij simkaartjes, die blijven vaak 6 maanden goed met beltegoed. Als je hem binnen 6 maanden niet gebruikt, gaat het beltegoed eraf en valt die simkaartje. Okay. Ik adviseer wel de mensen om als ze het simkaartje eruit halen, in eigen telefonische agenda een mailtje te zetten van hey, even bellen met het simkaartje dat het gewoon geactiveerd blijft. Ja, dan kan je hem de volgende keer gewoon weer gebruiken. Kun je hem gewoon weer gebruiken. Ja, dus en als je hem iedere keer gewoon netjes opbergt, kan je hem gewoon super lang gebruiken dus. Als je hem goed opbergt iedere keer en je gaat ze dus nu dan weer bellen, dan kun je hem echt heel lang gebruiken. Oké. Okay. Nou Marten, ik weet in ieder geval heel erg veel informatie. Zijn er nog echt belangrijke dingen dat je zegt van nou, dat moet ik echt nog vertellen? Nee, je hebt alles heel keurig uitgelegd in je vlog en ik zou zeggen, als mensen echt nog meer vragen hebben, kijk je vlog nog een keer, want dan staat het gewoon stap voor stap uitgelegd. En als ze echt dan nog vragen hebben, lees de handleiding goed. Ja, nou heel erg bedankt dat je gezellig langskwam. Zelf weet ik er ook heel veel van. Ik hoop dat jullie ook heel veel hebben geleerd van deze vlog. Vergeet dus zeker geen duimpje omhoog te doen en natuurlijk om te abonneren. En als jullie ook nog vragen hebben, kunnen ze je ook nog altijd hieronder in de reactie stellen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei! Doei!